Wat je hier voor je ziet is de klok die ik heb ontwikkeld voor het vak Product Innovatie Lab. Het is een digitale analoge klok. In principe bestaat die uit 8 blokjes waarmee ieder getal gemaakt kan worden. Met 2 blokjes kan ik cijfer 1 maken, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tenslotte 0. Ik ga ze even terug in de klok stoppen. In principe zijn ze los uitneembaar. Je kan ze gewoon erin stoppen en dan klikken ze als het ware weer vast. We staan nu nog op de Nederlandse tijd. Het is 4:05, 15:35. De klok is in principe voice controlled. Ik kan bijvoorbeeld vragen: hoe laat is het in Japan? En dan past hij de tijd aan die wordt weergegeven naar de tijd in Japan. Dit is een 5, dit blokje is niet helemaal juist gecalibreerd nog. Er zitten allerlei steden en landen in. Ik kan bijvoorbeeld ook vragen: hoe laat is het in New York? Ja, kijk aan, 9:36. Hoe laat is het in Brazilië? Ja, zo eenvoudig als dat is. Dus.